kilometer van Karlsruhe naar Stuttgart in de derde etappe met onderweg twee bonussprints. 170 kilometer van die 219 gebeurde er niets, maar toen sloeg de vlam in de pan. Dit is een kopgroep van 23 man die uitgaat voor de grote groep. Het verschil zal uiteindelijk oplopen tot 3 minuten en 45 seconden. In die kopgroep rijden onder andere Motet, Ducrot, Thurau, Phil Anderson, Ludo Peters, Alan Piper. En dit is die grote groep die op bijna 4 minuten van die kopgroep van 23 man rijdt. In dat peloton ook de drager van de gele trui, Lech Piasecki. Nog 34,5 kilometer te gaan. En hier is Piasecki, die in het klassement 13 seconden voorsprong heeft op Bontempi, die overigens ook in die achtervolgende groep rijdt. Hier sleurend aan de kop van de kopgroep zien we Didi Thurau, die voor het eigen publiek rijdt. En dit zijn de mensen van de Hitachi-ploeg, die weer op kop rijden van het peloton. Henk Lubberding en Piasecki, die op dit moment zijn gele trui virtueel kwijt is. Hier zijn we weer terug bij die kopgroep met Maarten Ducrot uit de ploeg Raas in tweede positie. En Piasecki. Dertien seconden was zijn voorsprong op Bontempi, 19 op Steven Roach. En hij weet dat hij de trui vandaag kwijt zal raken. Uit die kopgroep dan een demarrage. Acacio da Silva, de Portugees. Beat Brooy probeert er achteraan te gaan, maar die houdt in. Acacio da Silva is dan weg. De Portugees uit de ploeg van Sean Kelly. 26-jarige Portugees, vorig jaar winnaar van de Grote Prijs van Zürich. Da Silva is weg en daar één man die de achtervolging op Da Silva inzet. Het kopgroepje is inmiddels op 200 meter. Da Silva zet aan, maar hij kan niet voorkomen dat hij in zijn spoor krijgt Erik Mechler, de Zwitser. Mechler, 27 jaar, Zwitser. Winnaar van Milan San Remo dit jaar en uitblinker in de Dauphiné Libéré. Mechler staat 25 seconden achter Piasecki. En de achterstand van Da Silva op Piasecki is 2 minuten en 12 seconden. De voorsprong op de achtervolgende kopgroep loopt op. Het verschil bedraagt al een paar honderd meter. En dan gaan de twee hierdoor onder
de rode vlag voor nog 1 kilometer tot aan de finish. En dan is er nog 1 ronde van 7 kilometer in Stuttgart te fietsen. Da Silva is de betere sprinter van de twee. En hij en Mechelen nemen om beurt de kop om te proberen niet meer ingelopen te worden door die achtervolgende kopgroep. Hier zijn dus nog 7 kilometer te gaan. En dan het grote peloton. Inmiddels met een achterstand van vele minuten. Een merkwaardige ontwikkeling in de derde etappe al. Zulke grote verschillen. Schepers, de Belg, rijdt hier aan de kop van het peloton. Schepers verdedigt de belangen van zijn ploegmaat Steven Roach. Die tot vandaag derde staat in het algemeen klassement op 19 seconden. Piasecki zagen we daar nog doorkomen. En hier de kopgroep waar eerst Da Silva en Mechler ook deel van uitmaakten. Wiel Peters zagen we daar in beeld. Die Tourau. En hier Müller, Jörg Müller, de Zwitserse kampioen, ontsnapt ook aan die kopgroep. Een paar kilometer voor het einde. Daar boven in beeld gaan Mechler en Da Silva. En hier rijden ze twee af op de eindstreep. Zeker is dus dat Piasecki het geel zal verliezen. En de nieuwe gele truidrager wordt Erich Mechler. Bijzonder in de wielersport is dat de andere man, Da Silva, in dat geval de etappe mag winnen. Acacio Da Silva, uit de ploeg van Sean Kelly, wint de derde etappe. Erich Mechler wordt tweede en pakt op die manier de gele trui. Müller wordt derde. En Dag Otto Lauritsen, de Noor, eindigt op de vierde plaats. En dan is het wachten op de grote groep. Maar van één echte grote groep is eigenlijk nauwelijks sprake. Er is een enorme verbrokkeling van dat grote peloton. Er komen telkens groepjes renners binnen. Hier nog eens de finish van Acacio Da Silva.
hier op 4 minuut 30, Teun van Vliet. Alcala komt daar over de streep en Gerry Kneteman op 5 minuut 55 met de rest van het peloton. Da Silva, de etappewinnaar van vandaag. En Erich Mechler, de nieuwe drager van de gele trui. Dit is het voorlopig klassement van de derde etappe. Da Silva dus winnaar, op 2 seconden gevolgd door Mechler. Jörg Müller op 6 seconden. Dakkalto Lauritsen op 14 seconden. Vijfde was Leclerc. Zesde Echave. En 7 Guy Nulens uit de ploeg van Post. U hebt Mart Smeets vanmiddag in de reportage horen zeggen dat het allemaal gruntlich was daar in Duitsland. Maar nu in Stuttgart aan de finish schijnt er toch chaos toe te slaan. Ik neem aan dat dat te maken heeft met mogelijk tijdsoverschrijding van een behoorlijk aantal renners. Of dat zo is, horen we vanuit Stuttgart. We proberen contact te zoeken met Mart Smeets. Goed, Marga, ik heb duidelijk je vraag gehoord. Voor zover wij nu kunnen bekijken is er 1 renner buiten de tijd aangekomen. Dat is de Zwitser Johol. Die heeft niet eens meer het laatste gedeelte van het traject hoeven afleggen, want die kwam door met een achterstand hier al van zo'n klein half uur. En het was duidelijk voor ons allemaal dat de grens getrokken zou worden bij pakweg 29 minuten. Nou, de supportersverenigingen van Mathieu Hermans en van Jantje Bogers kunnen tevreden zijn, voor zover dat mogelijk is, want Mathieu Hermans kwam binnen op 25-16 en Bogers was de laatste van allemaal die hier binnenkwam met een achterstand van 27 minuten en 53 seconden. Maar dan nog net binnen de tijd, zoals dat heet. Een slagveld werd het vandaag. Betrekkelijk natuurlijk altijd maar, omdat het peloton op 5.55 binnenkwam. Daarachter nog een groep met Nijdam op 7.40. Daarachter de schaatser Jacobs op 8.20. Daarvoor echte Teun van Vliet, die toch goede sier maakte vandaag door een goede minuutwinst te pakken met Raul Alcala samen. Maar de grootste winst vandaag, en dat komt dan toch in je op als je zo'n uurtje na zo'n finishreportage hier nog staat, is gemaakt door Charlie Motet. Laten we het daarover eens zijn. De kleine Fransman uit de ploeg van Cyril Guimard pakt op alle concurrenten bijna 6 minuten in deze etappe van 219 kilometer. En dat was meer geweest als niet in het laatste gedeelte van de race de ploeg van Carrera onder leiding van Stephen Rhodes hard is gaan rijden. Anders was dat verschil zomaar opgelopen na 8, misschien wel 9 minuten. Motet won niet. Heeft nu niet de gele trui, maar doet wel goede zaken. Da Silva won de etappe, dat heeft u gezien. Mechler staat in het geel. En we hebben het peloton binnengekregen al bijna 6 minuten hier in Stuttgart. Alle Nederlanders binnen. Mathieu Hermans, de man met een pin in zijn linker schouderblad dat hij gebroken heeft. Zielig aan de finish en Jan Bogers helemaal uitgeput. De Tour de France is net onderweg en dit gebeurt er al. Ik ben benieuwd wat het morgen wordt, want dan hebben we 2 halve etappes. De weersverwachtingen zijn hetzelfde. Zwaar, drukkend weer. En weer dat op- en afdraaien als we morgen naar Straatsburg gaan. Vanuit Stuttgart waren dit de laatste woorden. En nieuwe gele trui dragen. Mechler uit Zwitserland. Etappe overwinnen. Da Silva, alle Nederlanders binnen. Mart. Dank Mart. Morgen die 2 etappes brengen ons over 191 kilometer in de ochtend van Stuttgart naar Pforzheim. En in de middag van Pforzheim naar Straatsburg. En dan opnieuw hoort u Mart Smeets en Jean Nelissen. Eerder al is Studiosporten vanavond, 10:50, zoals altijd op dit net. En dan hebben we het voornamelijk over atletiek, de Bislett Games in Oslo en over de nationale zwemkampioenschappen in Amersfoort.